Hi allemaal, ik ben Jelena en dit is weer een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Q-Time kan op verschillende manieren gebruikt worden, en je Q-Time kan je ook gebruiken om iets te leren of iets te weten te komen over mensen die dingen aan het leren zijn aan anderen. Vandaag heb ik Charmaine Belfort in de studio en zij is logopedist en ze heeft haar eigen praktijk genaamd de Praatbox. En we gaan praten over logopedie, I guess. <laughs> Welkom, Hoe Dankjewel. How are you today? I'm fine. How are you? denk well, I think I'm good. Oké, okay, super. Hoe is het om logopedist te zijn hier in Suriname? Nou, het uh, een fijn gevoel. Het is een jong beroep um, en ik ben blij dat ik daar ook uh, deel van uit kan maken. So, wilde je altijd al logopedist worden? Ik heb er bewust voor gekozen toen ik op de middelbare school zat uh, en ik hoorde ineens over een opleiding logopedie. Uh, alvorens ik geslaagd was, wist ik dat ik uh, deze opleiding zou gaan doen. Oh, undetermined you was je woorden het, You found your purpose and you went for Zeker. it. Zeker, okay. met mensen werken, met kinderen, volwassenen, tieners werken uh, op communicatiegebied. Dat was voor mij een ding. Heb je nog veel werk? Want I feel like of ik voel, laten like we het op het Nederlands houden, dat in Suriname sometimes daar ga ik weer Engels. de communication is a bit lacking, is a bit uh, rocky. Uh, ja, genoeg werk. Hè? We kunnen niet zonder communicatie. zij het nou verbaal of uh, non-verbaal. En precies waar het uh, niet naar wens verloopt, de communicatie niet naar wens verloopt, is het de logopedist die uh, verder begeleidt of uh, therapie biedt. Zo so, daar kom je in. Want je hebt je eigen praktijk genaamd de Praatbox. Dat klopt. Zo, so, wat doen jullie allemaal daar? Wie kan allemaal bij jullie terecht? Hoe How does your business uh, help others? Ja, ik uh, ben praktijkhouder van de Logopedie Praktijk de Praatbox. Um, we bestaan al enkele jaren, uh, maar nu recent op social media uh, met wat nieuwe ideeën en nieuwe manieren. We noemen het ook wel uh, Telelogopedie. Uh, dat is de applicatie die dus uh, taal en spraak stimuleert bij kinderen en ja, tieners, onder andere. Um, en daarnaast hebben we de normale diensten, polydiensten, hè, waarbij kinderen, jongvolwassenen, uh, oudere mensen dus naar de praktijk kunnen komen op afspraak om uh, hun communicatieproblemen, zij het nou op gebied van stem, taal, spraak, gehoor, slikproblemen, uh, bij ons terecht kunnen voor begeleiding, therapie. Slikproblemen? Ja. Zou je maar een voorbeeld daarvan kunnen geven? Nou, uh, het ik, ik pak dan maar een voorbeeld uh, van iemand die een beroerte gehad heeft. Mm -hmm. uh, en na de beroerte ineens uh, slikproblemen heeft, moeite om te slikken. Dan is het ook de logopedist die verder begeleidt om na te gaan. Wat voor soort voeding zal deze persoon uh, moeten gebruiken? Zijn het nou dun vloeibaar, dik vloeibaar, etc. Dus uh, logopedie is een veelzijdige. Ja, beroep. want ik dacht altijd dat het eigenlijk alleen was als je te snel sprak of nog niet sprak, of niet weten hoe je moet praten. Nee, veel meer. Want men denkt altijd dat logopedie, ja, goed, mensen die stotteren, ja, de logopedist. Ja, of slissen. Ja, huh? nee, en logopedist K doet echt veel meer dan kan je, dat. Kan je van je slis afkomen? Dat kan met de juiste uh, uh, techniek. En als je de therapie uh, goed opvolgt, dan zou dat wel kunnen, ja. In elk geval uh, het, het verminderen. Maar het ligt allemaal aan bepaalde technieken. Dat dus kan niet. Ja, het kan wel. Maar het gaat om bepaalde technieken die jij als persoon zelf gaat moeten, moeten uitvoeren. Hè? Makes sense. Ja. Uh, in het voorgesprek gesprek gaf je aan dat um, jullie praktijk iets heel speciaals heeft. Dat jullie, zover ik weet, nog nergens anders hebben gehoord. Dat jullie een applicatie hebben ontwikkeld, speciaal, of tenminste een samenwerking aangaan, En deze zoveel mogelijk aanpassen naar de beleving voor het Surinaamse kind. Ja, dat klopt. Uh, heel recent, enkele maanden geleden, zijn wij een, uh, een samenwerking aangegaan met een Nederlands bedrijf, uh, Taal Leren met Emma. Uh, het is een bestaande applicatie uh, die dit bedrijf gebouwd heeft om uh, taal bij kinderen in feite wereldwijd, want ook in het Nederlands, in het Engels, in het Pools enzovoorts, uh, aan te bieden. Ik uh, heb deze applicatie gezien bij een cliënt, die, die dus in Suriname was en uh, in Suriname ook voor een korte tijd logopedie wenste. Het heeft me aangesproken en ik dacht: hé, hey, dit hebben, heeft ons, uh, hebben onze Surinaamse kinderen ook nodig. Om uh, effectief per dag een half uur tot een uur uh, bewust bezig te zijn met taalaanbod. En uh, nu, ja, enkele maanden, bieden wij deze applicatie aan. Waarbij ouders, uh, scholen een proefabonnement bij ons kunnen betrekken. En afhankelijk van uh, hoe het kind uh, erop reageert, erop reageert mm -hmm. kunnen, ze, kunnen ze voor een minimaal bedrag een jaarabonnement aankopen. En wat zitten er dan nou allemaal dan in die applicaties? Als spelletjes? Uh, is het. Alleen woorden en die ik moet uitspreken is het interactief. Hoe ziet het eruit? Uh, ja, voor het aantal spelletjes memory, uh, maar ook waar het kind woorden leert benoemen, uh, woorden in beeld ziet en uh, de applicatie biedt het woord aan, bijvoorbeeld appel, en het kind zegt het daarna. Maar daarnaast uh, is deze applicatie ook goed om uh, de cognitieve functies van het kind te stimuleren: geheugen. Um, Memorie, weten waar het andere plaatje is. Um, en, maar het hoofddoel van deze applicatie is gewoon uh, taal aanbieden, taalaanbod, het versterken van de taal. En dan uh, leggen wij vooral de nadruk op het Nederlands. Want we weten dat er een zee van uh, aanbod is ja, aan Engelse uh, taalkinderprogramma's. Ja. En dan hoor ik ouders en ook klagen: ja, mijn kind praat veel meer Engels dan uh, het Nederlands. Is dat een probleem? Op zich niet. Maar wanneer de schooltaal een beetje in gevaar is, dan moet je wel bewust even aan de bel trekken. Uh, moet ik speciaal voor een consult langskomen als ik ook van deze applicatie wil gebruik maken? Of kan ik gewoon um, in de Android-app of in uh, de Google, uh, mijn god, de Apple-app gaan en ik vind hem daar? Uh, nee, je hoeft niet speciaal bij ons op consult te komen. Uh, Via de Facebook-page is er een registratielink. Wat is de naam? Of? De logopediepraktijk Praktijk, de mm -hmm. Praatbox en Voicebox Consultancy. Mm -hmm. ja, um, en je kunt je registreren via uh, deze link. De administratie van de Praatbox pakt hem op. Ik ontvang zeker binnen drie dagen een proefabonnement via WhatsApp. Mm -hmm. uh, en van daaruit kun je dus downloaden. downloaden ja. Alright, that's nice. Als, als je um, kijk nou naar de Surinaamse gemeenschap, als je ons een tip zou kunnen geven wat logopedie die betreft. Want jij ziet, mm -hmm. en waarschijnlijk hoort veel meer, of vangt sneller dingen op waarvan je zou denken van mm, wat zouden daaraan kunnen werken? Is yeah. daar like een algemene tip die je zou kunnen he hebben voor ons? Ja, als ik me uh, richt naar uh, het jonge kind, dan adviseer ik ouders veel om veel met het kind te communiceren. Want de trend hedendaags is: tablet in de hand. Uh, mijn kind zit uren rustig. Want uh, hij of zij luistert en kijkt naar Kokemelan. En leert ook een paar Dora-woordjes en noem maar op. Mm -hmm. um, maar wees interactief bezig met het kind. Iedere dag 15 minuten interactief voorlezen. Um, u zal ook merken op de page dat de, mijn collega Urta, uh, Bernadine en ik ook heel actief bezig zijn met uh, voorleestip. Tips bieden aan ouders. En daarnaast ook workshops en sessies draaien. Dus ja, interactief bezig zijn met het kind. Alles benoemen dat kan. Uh, zij Zijn al bezig in de keuken of in de slaapkamer of in het bad. Benoem een trui, een broek, zodat het kind het ook opvangt en daarnaast ook kan produceren. Oh, Wauw, oké. Okay. Interactief bezig zijn. Ja. Met taal. Hè? Met taal. Um... Ik wil ook een tipje voor mezelf vragen. Want soms praat ik best snel. Als ik enthousiast word of something. Ik krijg het Word van it. Wat zou ik kunnen doen om dat to cope better with it? Ja, ten eerste, de ademhaling is de basis van alles. Hè? Dus als je helemaal in de rust bent, um, kun je daar ook bewust op gaan letten. En daarnaast de articulatie. Op het moment die ademhaling op zijn plek is, ja toch? Yeah. Dan heb je ook meer grip en zelfbeheersing over je eigen communicatieskills. Goed articuleren, duidelijk articuleren. Uh, dat je dus niet binnensmonds praat, zeker als uh, presentator. Maar volgens mij doe je daar aardig goed. Dus, uh, ja, <laughs> goed on track. Nou, dankjewel voor het komen. Je hebt wat he very insightful tips gegeven. En um, ik denk dat. Uh, Mensen die gewoon berichten moeten sturen om gebruik te maken van de app. Zeker. Want uh, het is belangrijk dat we een. Uh, is het een volk al jeugd krijgen die opgroeien, die uh, goed verbaal sterk zijn? Ja. Zeker, zeker. En misschien ook uh, om mee te geven. Mm -hmm. In de komende maanden uh, zullen we ook gaan werken aan het Surinamiseren van deze applicatie. Maar nu is het dus in samenwerking met de, de Nederlandse partner. Um, maar goed, we zullen ook uh, het volk nodig ja, hebben want... hè? Om, om insteek te geven van hé, hey, zou mooi zijn als dat er ook bij kan. Um, meer taalbegrip, taalproductie, et cetera. De thema's. Uh, nu zijn er 40-plus thema's in ja. de applicatie. Maar waarschijnlijk komen er meer thema's, omdat we toch zo'n tropisch natuur hebben. We hebben verschillende diverse bevolkingsgroepen. Uh, groenten, fruit, en noem maar op. Yeah. Dus het wordt Heel interessant, echt waar. Nou, ik ben excited en ik hoop dat het heel goed mag lukken sure. en dat veel mensen hier gebruik van maken. Dus Ik zie dat er uh, mensen zijn die willen mm -hmm. yeah. en dat yeah. uh, kunnen, zo so, yeah. uh, gebruik maken daarvan. Zeker. De registraties lopen wel goed. Oh my, that's nice. Wel, Sherman op van die praktijk, de Praatbox. Thank you for coming for the Q time. You're welcome. Bedankt voor de invitatie ja. en uh, heel veel succes toegewenst. Hè? Thank you. Nou, jullie hebben het gehoord. Vandaag hadden we Charmaine Belfort van de logopediepraktijk De Praatbox. Ze heeft gesproken over haar praktijk en ook over de applicatie die meer dan veertig thema's heeft. Waar jij samen met jouw kind kan gaan werken aan de spraak, het benoemen en heel wat andere dingen. Zo so, ik zou zeggen, zoek ze op. Ze zijn op Facebook. Registreer jezelf en... Uh, Ga spelen, ga leren, have fun. Jullie thuis bedankt voor het kijken. And remember, your time plus my time is Q-Time. This is another Supreme Production. Supreme TV entertain, to inform, to inspire.